Wat zijn uw dromen voor Leiden in 2030? 2030 ben ik dood. Dat is geen goed vooruitzicht. Nou ja, goed. Ik hoop dat de stad en heel Nederland, laten we zeggen, nog steeds welvarend is. Ik hoop, en dat zijn we met het Stadslab sowieso aan het bewerkstelligen, dat in 2030 zeg maar, de burgerparticipatie in zeg maar, de ontwikkeling van de stad nog veel groter is dan nu. Ik heb eigenlijk een droom voor nu, want ik zit hier op het podium te kijken en ik zie allemaal oude mannen en vrouwen staan die in 2030 een hele andere rol gaan vervullen dan de jongeren. Dus ik heb eigenlijk een droom dat de jongeren eens komen vertellen wat er in 2030 gaat gebeuren, zoals ik. En waar ik naar op zoek ben is verbinding, creatie, het mogelijk maken van jong ondernemerschap in deze stad. Dat is wat mijn droom is. Nou, mijn dromen hebben echt een deadline. Ik heb meerdere dromen zonder deadlines, maar met een deadline, er zijn er een paar die Leiden absoluut moet realiseren. Welke zijn dat? Op de eerste plaats het streven naar een veel grotere regionale gemeente, dus een gemeentelijke herindeling. U zag al bij de presentatie van het Science Park dat we te weinig ruimte hebben. De stad moet gewoon meer slagen kunnen slaan en het bestuur is veel te veel versnipperd. Ik heb een hoop mooie dingen gehoord. Mijn droom is zeker een onderdeel van alles wat ik al gehoord heb. Ik droom van een fantastisch, goed doorontwikkeld Leiden. Dat een goede samenhang heeft met de omgeving, op recreatie, economie, maar ook zeker op groen, zoals bijvoorbeeld het Singelpark. Leiden 2030 is een stad die deel uitmaakt van de Randstad Nederland. Dus Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Dat is één grote agglomeratie waarin Leiden een plek heeft als een historische stad. Maar ook een stad waar innovatie en cultuur bloeit, waar nieuwe dingen worden uitgevonden. Klein, herkenbaar, met identiteit, maar geworteld in een groter geheel. En een stad die zijn cultuur koestert. Dus dit prachtige gebouw, de Stadsgehoorzaal, de musea. Maar tegelijkertijd ook oog heeft voor het nieuwe en het ongewone en het onverwachte. Dat Leiden eigenlijk de stad is in Nederland waar ontzettend veel mensen naartoe gaan. Zeg maar, net zoals nu een dagje Maastricht echt in heel Nederland bekend is. Hoop ik dat in 2030 ook een dagje Leiden, of eigenlijk een weekend Leiden, eigenlijk dat iedereen met veel plezier naar deze stad toe komt. Wat zijn uw dromen voor Leiden in 2030? Veel meer groen in de stad. Mooie groene gevels, veel geveltuintjes, vlinders, bijen, vogels.